De laatste overwinning van FC Lienden is al een flinke tijd geleden. De thuisfans zitten erop te wachten, maar het is druk op Sportpark de Abdijhof met heel veel supporters meegereisd vanuit Katwijk. En die zien deze schitterende paas van Meiland op de baar. De baar neemt hem ook goed mee met zijn hoofd en kan binnen het kwartier zorgen voor de 1-0, de verrassende 1-0 voor FC Lienden. Schitterende bal van Meiland. De aanname is zowaar nog mooier. En in de korte hoek is Draak. Kieboom verslagen en 1-0. Suzanne, geen hands. Schet. Voorbij Wilsterman. Het mag door. Van Bronsvoort en Sanchez Angulo schiet er maar net naast. Van der Haar mag is een handjes knijpen dat het nog 1-0 blijft, want Katwijk wordt sterker en sterker. Voorzet van Schet. Memic haalt weg. Sanchez Angulo. Mengerink. In duel met Memic. Het is heel licht. Maar scheidsrechter Bronsvoort wijst naar de stip. Penalty voor Katwijk. Het armpje van Memic op de schouder van Mengerink. Het is genoeg voor een penalty. En aanvoerder Suzanne gaat achter de bal staan. En maakt er 1-1 van in de 37e minuut. Het is een terechte gelijkmaker. Linde houdt tegen, wacht op de counter. En Katwijk houdt druk. Een paar minuutjes later. Schot van Mengerink. En nadat hij de penalty versierde, maakt hij nu de 1-2. Binnen no time is de achterstand weggepoetst. En de belangrijke aanvaller van Katwijk zorgt daar voor de voorsprong. Koppies gaan dan hangen bij FC Lienden. Feestje compleet bij de uitsupporters. En 3 minuten na de gelijkmaker, deze lange bal. Misverstandje, Memic moet eigenlijk terugkoppen op zijn eigen doelman Schimmel. En het doelpunt dat dan gemaakt kan worden binnen 3 minuten dus van 1-0 naar 1-3 is van Mamedov. Geschutter achterin bij Lienden. En Hans van der Haar staat erbij en kijkt ernaar. In de tweede helft lijkt de wedstrijd wat dood te bloeden. Willems achter de bal voor een vrije trap. Balk en daar van de lijn gehaald door Jongman. Zoutman ziet dat het goed is. Zijn ploeg speelt prima en staat terecht op voorsprong. Shirtje trekken, maar het mag door. Sanchez Angulo, hij verlengde deze week zijn contract. Wil zo graag ook een doelpunt maken. Want vorige week speelde hij zijn 100ste duel. Maar het lukt hem maar niet. Het enige smetje misschien voor hem op deze dag. Hamdi. Balletje voorlangs. Zo blijft het bij 1-3. Maar had het veel, veel meer kunnen zijn voor de Katwijkers. De lichten staan aan op de Abdijhof. De eerste supporters hebben het sportpark al verlaten. De wedstrijd lijkt wel beslist. Toch zou een extra doelpuntje nog wel lekker zijn. Bijvoorbeeld voor de baar. Maar daar zit Kieboom goed tussen. Willems in de blessuretijd. Misschien nog voor een extra eretreffer. Jongman moet uitverdedigen. Doet dat wat zwak. De baar. De baar. Het is de laatste speldenprik van FC Lienden in een saaie tweede helft. Katwijk deed het in de eerste en wint gemakkelijk. Zoutman zal blij zijn met 1-3 van Lienden. Spakenburg tegen AFC. 0-3.